goed voor iedereen te verstaan. Dus ik wilde toch maar beginnen. Mochten mensen toch nog aanmelden, dan zal ik toch even snel nog mensen binnenlaten. Als het goed is, zit iedereen mijn eerste scherm. Dus iedereen welkom bij de workshop Book Creator. Klopt dat iedereen goed het scherm in beeld ziet? Kan iemand reageren? Ja. Mooi. Nou, daar gaan we. Mijn naam is Esther Dubbeldam. Ik ben ontwikkelingsbegeleider van slechtziende en blinde kinderen. Ik begeleid, train kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. En naast de ambulante begeleiding en trainingen die ik doe, werk ik ook 2 ochtenden op de peuterdagrevalidatie. Met kinderen van de leeftijd van 2 tot 4. Zoals jullie zien presenteer ik gelijk vanuit Book Creator. Dit zodat jullie gelijk een indruk krijgen van wat het nou is en wat je ermee kan. Het kan soms zijn dat ik zit nu in de leesfunctie en straks moet naar de bewerkfunctie. Dus het kan zijn dat er even dan gebladerd moet worden. En het is een vrij groot bestand geworden, dus het laden kan soms even duren. Wat mij betreft hoeven jullie geen aantekeningen te maken. Want het hele boek wat jullie zo zien, dat krijgen jullie straks via de mail teruggestuurd als link. Dat is het fijne hiervan. Wat is nou de inhoud van deze workshop? Ik ga jullie vandaag vertellen wat is Book Creator? Op welke devices kan je het gebruiken? Wat is het nou verschil tussen de online versie en de app? Waarom zou je Book Creator gaan gebruiken? Wat zijn de mogelijkheden van Book Creator? En aan de slag met Book Creator. Dan moet ik zeggen met aan de slag bij Book Creator, de vraag is of we daar voldoende tijd voor hebben. Want het is geen uur deze workshop, maar 3 kwartier. En ik wil het toch zoveel mogelijk ook laten zien en demonstreren. En gelukkig kunnen jullie het terugkijken straks via de link. En hopelijk inspireer ik jullie om het zelf nog verder uit te proberen. Helaas kan ik nu even niet bij jou langskomen. Jeetje, wat jammer zeg. Nu moet ik een plannetje bedenken. Wat zal ik nu eens gaan doen? Nou, als het goed is, hebben jullie de geluiden ook mee kunnen horen. Dit is het eerste boek wat ik gemaakt heb, wat ik gestuurd heb naar de kleuters die ik begeleid. En ik ben gestart met Book Creator tijdens de eerste lockdown in maart. We mochten natuurlijk nergens meer heen. En ik wilde toch contact houden met de kinderen en de ouders die ik begeleidde. Ik heb veel kleuters en peuters. En nou, die hadden niet altijd zin om klaar te zitten op het moment dat ik er was. Een hoop ouders gaven aan van, oh weet je, ik moet zoveel vanuit de kleuterschool. Ik kan nu niet meedoen. En ik wilde iets waar ze ook de kinderen zelf interactief mee bezig konden zijn. En daarnaast moest ik ook nog geschikt zijn voor blinde en slechtziende kinderen. Wat is nou Book Creator? Book Creator is eigenlijk een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor het maken van multimedia digitale boeken. En we noemen het boeken, maar je kan straks aan van alles denken. Dat laat ik straks zien. Book Creator werd eerst opgezet voor de iPad en later kwam de versie ook voor tablets en laptops, computers. Eigenlijk is het op elk device af te spelen. Tablets, op PC en ook op Apple-apparaten. Het werkt vanuit de volgende browsers. Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge. Maar belangrijk om te weten, dus het niet werkt vanuit Internet Explorer. Zowel het bewerken niet, als het bekijken van de boeken. De boeken zijn wel te lezen op de telefoon, op de mobiel. Maar je kan er niets op bewerken. Dus het bewerkingsprogramma werkt niet op de mobiel, omdat het ook veel te klein is. Wat is nou het verschil tussen de online versie en de app? Boeken die in Book Creator online worden gemaakt, zijn toegankelijk op elk apparaat waarop aangemeld wordt. Dus of ik nou thuis op mijn laptop doe, op mijn werklaptop, ik kom altijd in het systeem terecht en bij mijn boeken. Wil je Book Creator online gebruiken, moet je wel eerst een account aanmaken via bookcreator.com. De leraar, begeleider of trainer kan dus anderen, nou hier staat aan leerlingen, maar je kan ook bedenken aan je kinderen, uitnodigen om lid te worden van je bibliotheek die je gemaakt hebt. En daarin kunnen ze boeken maken,
bewerken of lezen. Boeken kunnen ook verstuurd worden via een beveiligde link. En dat is dus wat zo fijn is aan dit programma, wat ik straks verder zal demonstreren. Met een gratis account heb je één bibliotheek, een privébibliotheek, en één bibliotheek die je open kan zetten. En daar kan je 40 boeken in opslaan. Met een betaalde account kan je 1000 boeken opslaan, een onbeperkt aantal bibliotheken aanmaken. En de mogelijkheid is dat leraren of jij met je collega-trainer en leerlingen tegelijkertijd in één boek werken. Dat kan dus alleen met een betaald account. Stop je water. Als je de app doet, de app is alleen voor de iPad. Heb je een Android-tablet, dan moet je het toch via de online versie doen. Als je de app gebruikt, hoef je je niet aan te melden. De boeken die je maakt, of de oefeningen, worden lokaal op je iPad opgeslagen. En ze zijn dus ook niet direct beschikbaar op andere apparaten. Ouders die BookCreator willen gebruiken, die adviseer ik altijd om de app te gebruiken. De online versie is eigenlijk dus voor leraar of trainer of de begeleider. En voor jonge kinderen is de app gebruiksvriendelijker. Je hoeft natuurlijk geen muisbediening te doen. Je kan alles met je vinger bedienen. De boeken die je vanuit de app verstuurt, of die kan je versturen van naar je app of naar een ander device, maar dat vraagt wel een extra tussenstap. De app kost €3,49 en er is geen limiet op hoeveel boeken je erin maken. Zoals je ziet, zien jullie onderaan dat er linken staan, die kunnen jullie later zelf aantikken. Ik heb de app BookCreator, is ook een gratis variant, die heet dus BookCreator One. En daar kan je 1 boek in maken. Dus stel je wil oefenen of je adviseert het aan ouders, kunnen ze in deze app ervaren of het werkt of niet. Er is dus een link ook naar de betaalde variant. En ik heb nog extra informatie hoe je boeken heen en weer kan versturen met extra uitleg. Dat gaat nu te diep voor nu. Zelf werk ik dus altijd in de online versie. Maar in de begeleiding thuis en op de peuterdagrevalidatie gebruik ik de iPad. Het is dus handig dat je boeken snel kan verplaatsen van de online versie naar de iPad. En daar heb ik voor jullie een instructiefilmpje van gemaakt en toegevoegd aan het boek, wat jullie op een later moment kunnen bekijken. Waarom zou je nou BookCreator gaan gebruiken? Het is een heel groot platform. Eigenlijk wordt het wereldwijd gebruikt. Ze hebben zelfs een heel Facebook-account waar je allerlei trainers vragen stellen aan elkaar of tips en ideeën geven. Er is online hulp, regelmatig stel ik een vraag, krijg ik de antwoord op. Er zijn gratis webinars die je kan volgen in diverse talen. Ik heb er nog geen Nederlands meegemaakt, maar wel Engels. Er is een online videocursus die je kan volgen, die helemaal stap voor stap uitlegt hoe dit programma werkt. Zelf vind ik het erg gebruiksvriendelijk. Een paar keer proberen en eigenlijk heb je het dan wel in de vingers. De boeken die je maakt zijn niet terug te vinden op Google. Dus via zoekterm of wat dan ook, het is niet terug te vinden. Je bepaalt zelf wie er in je bibliotheek kan komen als je dat wil. En in de bibliotheek kan je ook weer bepaalde rechten geven aan de studenten, leerlingen of cliënten die je begeleidt. En zoals ik al zei, het versturen van boeken gaat via een beveiligde link. Ik bepaal dus zelf wie de link ontvangt. Het fijne van dit programma is dat er ook toegankelijkheidsopties in zitten. Onder andere voor slechtzienden. Je kan de achtergrond instellen, de lettertype, het soort afbeeldingen, de plaatsing en de hoeveelheid visuele informatie. Waar je dus laten aansluiten bij wat het kind aan kan of de volwassene of wat je juist wilt trainen. Je kan zorgen dat 1 bladzijde tegelijk in beeld komt. Scheelt weer visuele informatie. En je kan werken met kaders, waar ik straks op terug zal komen. Waarmee je natuurlijk ook weer extra de visuele aandacht kan vasthouden. Toegankelijkheid opties voor blinden. Lees me voor functie in het Nederlands via Edge. Snelheid is in te stellen. Start ook audio en video op, niet YouTube. Beschrijving plaatsen bij afbeeldingen. Te gebruiken met voice-over. Toetsenbord, snelkoppelingen in plaats van muisbediening. Poppetje die lijkt op Esther, ze leest voor op de laptop. Mijn gesproken tekst wordt ook automatisch afgespeeld. Accessibility Book Creator Help Center.
Nou, zoals je ziet, dit is dus de functie voor ritmie. Dit gebruik ik ook bij de blinde kinderen die ik begeleid, omdat de tekst dus wordt voorgelezen. Je kan beschrijvingen toevoegen bij afbeeldingen. Eigenlijk alles wat je invoegt, wordt ook voorgelezen. Voor meervoudig beperkten zijn er ook opties die je kan gebruiken. Je kan bijvoorbeeld bedienen met de tabfunctie. Je kan tekenen via de tabfunctie, wat ik straks ook zal laten zien. Je kan ook spraak omzetten naar tekst. Helaas werkt het dan weer niet in Edge als je dit programma opent, maar wel als je het in Chrome opent. Omzetten naar spraak naar tekst werkt ook niet op de iPad. Er is een mogelijkheid om externe knoppen aan te sluiten, bijvoorbeeld op je iPad, en daarmee het boek te bedienen. Daar zal ik zo een filmpje van laten zien. Via de instellingen kan je aanzetten dat bladzijden automatisch afgespeeld worden. Stel dat je een kind hebt die weinig handmotoriek hebt, kan op deze manier toch het boek bekijken. De grootte en plaatsing van de reactieveld en de spraakknoppen is dus ook aan te passen aan de motoriek en de mogelijkheden van degene die je begeleidt of waarvan je wil dat het boek gelezen wordt. Ik zal nu het filmpje openen. Fire drill. Fire drill. We hear the fire alarm. We hear the fire alarm. Nou, zo zie je dus hoe je dat met elkaar kan combineren. Je ziet nu ook gelijk dat YouTube-filmpjes die je invoegt niet in het programma zelf wordt geopend, maar via externe links. Daar moet je dus ook rekening mee houden als je dat in het boek toevoegt. Ik kan me voorstellen dat voor sommige kinderen of ouderen die minder handig zijn, dat lastig is om te gebruiken. Ik heb nog twee links toegevoegd, waar zelf allerlei ideeën zijn voor kinderen met een meervoudige beperking, wat je ermee zou kunnen. Zijn er tot zover vragen? Ik hoor niemand, dus ik neem aan dat het duidelijk is voor iedereen. Dan ga ik verder. En zoals ik liet zien, de toepassing activerende en interactieve werkbladen, het maken van keuzebord, internet is instabiel, ik hoop dat ik nog in beeld ben, interactieve luisterboeken, herinneringsboeken kan je maken, bijvoorbeeld ook voor blinde kinderen. Denk aan de afbeeldingen die je inplaatst waar je gesproken tekst bij kan doen. Of dat je juist gesproken tekst invoegt, geluiden van waar je geweest bent en filmpjes. En eigenlijk nog veel meer. Voor jonge kinderen lever ik de boeken dus aan via een link. Dus daar krijg je eigenlijk een soort interactief boek mee die ze kunnen bedienen. Oudere kinderen of volwassenen kunnen werken vanuit een template. Hoe dat eruit ziet, zal ik zo toelichten. Ik ga nu wat voorbeelden laten zien die ik gemaakt heb. Dit is bijvoorbeeld een voorbeeld voor visuele stimulatie en een kind met een beperkte handmotoriek. Ik heb zo ingesteld dat waar je ook drukt, er een reactie is. Ik heb gekozen voor een patroon met voldoende contrast, groot in het midden, dus ook de visuele aandacht kan ik voldoende trekken. Dit is een voorbeeld waar al meer gericht moet gedrukt worden op een bepaalde plek. Een ander voorbeeld waar weer meer visuele informatie te zien is. Er zijn natuurlijk veel afbeeldingen online te vinden die je kan gebruiken. Maar zelf maak ik ook regelmatig dus screenshots van bepaalde apps waarvan ik denk, hé, dat zijn mooie plaatjes. Maar de mogelijkheden sluiten net niet aan bij het kind dat ik begeleid. Ik voeg deze dan in het boek en pas dan zelf de geluiden aan, zodat het kind het toch kan bedienen. Het voordeel is, het is natuurlijk eigenlijk een soort gesloten systeem en het is niet terug te vinden op Google. Dus je hebt ook niet te maken dan met auteursrechten. Hier zie je een voorbeeld die ik gebruik bij kijktraining. Kiekeboe.
Je hebt me gevonden. Zoals je ziet, ik heb een tekst staan die ik kan laten voorlezen. Ik heb een toetertje in beeld waar eigenlijk ook het gesproken onder zit, mocht het kind niet kunnen lezen. En de achtergrond en de complexiteit kan je dus helemaal aanpassen aan de mogelijkheden van het kind of juist wat je wilt trainen. Ik kan me voorstellen dat je helemaal geen drukke achtergrond doet, maar juist een effen en juist het plaatje al op een leeg vel moet kunnen terugvinden. Het plaatje kan ik ook groot en klein maken. Alles sluit ik aan bij de mogelijkheden van het kind. Hier zie je een voorbeeld van een rekenopdracht van een kind met CVI. Die heeft moeite met plaatjes en afbeeldingen te begrijpen. Cijfers snapt ze eigenlijk ook niet, maar ze snapt wel vormen en ze kan wel optellen. Door het rood te maken in cirkels trek ik de aandacht. Ik heb gekozen voor een gele achtergrond omdat wit voor haar te fel was. Nou, je ziet, je zou het kunnen tellen. Ik heb geluid gezet onder de cijfers. 3. Heel goed. 2 erbij 3 is 5. Nou, op deze manier kan je dus feedback teruggeven. Ik had er bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om hier een geluidsspreker in beeld te brengen en waar de som dus op voorgelezen werd. Alles kan je dus aanpassen aan wat je wil. Ik had hem kunnen laten doorlinken dat hij nu automatisch naar de volgende som kwam. Of een hele beloningspagina met een juichend iemand van, hé, dat heb je goed gedaan. Nou, het is natuurlijk ook de week, de Nationale Dag van het Voorlezen. Je kan dus ook jezelf invoegen voorlezend aan een kind. Hier zie je mij voorlezen. Ik ga hem niet afspelen, want omdat het zo'n groot bestand is, laat hij vrij lastig en dat is een beetje jammer. Stel dat je het verhaaltje hebt gedaan, kan je daarna de volgende pagina ook allemaal vragen bijvoorbeeld over laten stellen. Ja, dat het kind bewuster met het verhaaltje bezig is. Of afbeeldingen op een pagina doet van, goh, wat gebruikt Jip nou met het koken? En dat hij daarop tikt. Geluiden kan je ook invoegen. Ik ga het proberen. Deze heeft soms een beetje kuren omdat het een groot bestand is. Dus even spannend. Oh, hij kwam. Onder alle instrumenten die je hier ziet, zit dus een geluid verstopt. En door op te tikken, komt dat naar voren. En je kan je voorstellen dat dit heel visueel heel complex is. Dit kan je natuurlijk ook weer veel eenvoudiger maken. En stel dat ik dit bij een blind kind gebruik, dan zou ik denkbeeldig een kruis kunnen maken. En in elk kwart een geluid kunnen doen. Zodat het kind ook het geluid kan terugvinden en op die manier het kan bedienen. Je kan daar ook weer allemaal vragen over stellen. Nou, hier zie je een voorbeeld juist van een kind waar ik aan het oefenen ben met complexe achtergronden en minder contrast. Ik heb weer in het midden een geluid met een opdracht. Tik op een ster voor geluid. En het kind kan dus tikken. Wordt weer gestimuleerd door het geluid. Nou, hier ga je alweer nauwkeuriger. Je kan bedenken dat je van links naar rechts wil werken. Dus dan geef je de opdracht ook. Ga werk van links naar rechts. Je oog-handcoördinatie is hier ook alweer specifieker. Nou, je stimuleert het kind om het daarmee te doen. Een ander voorbeeld van kijkstrategie, of kijkrichting. Ik heb een gesproken opdracht erin. Zoek dezelfde poppetjes. Welkom, ik ben wel al begonnen, maar sluit rustig aan. Het poppetje moet dus gevonden worden. Ik heb hier een geluid eronder gezet. Wat het is, of goed is. Goed zo. Heel goed. Zo kan ik dus helemaal afwerken. Stel, dit is nou te klein, kan ik er natuurlijk voor zorgen dat het groter is. Er zijn 2 rijen. Voor sommige kinderen is dat ook te complex. Bied ik maar 1 rij aan. Je kan dus ook keuzeborden inmaken. Stel een kind, dit betekent dan ik wil eten en ik wil drinken. Ik tik erop. Nou, ik heb een droge mond en ik heb wel behoefte aan een kopje thee. Thee. Nou, hier wordt gesproken, hoor je wat je vraagt. Dankjewel. Het is ook wel beleefd om even te bedanken. En via duimpje ga je er weer in terug. Je kan het met eten en drinken doen, maar ik heb bijvoorbeeld voor kinderen gedaan dat ik links mezelf in beeld heb voorlezen met een boek, zoals dat Janneke-boek wat je zag. En dan rechts een boek gekopieerd. En dan kan het kind ook kiezen dat hij alleen de bladzijden en de plaatjes wil kijken.
Daarmee kan het kind weer zelf interactief bepalen wat hij wil. Een school die ik begeleid gebruikt deze app op de iPad en die scant de boeken in. En boeken die aansluiten bij het thema van de week of thema van de maand. Kinderen kunnen op deze manier dus zelf boeken lezen of voor laten lezen. Dit is Aatje, heel alleen. Zoals hij is er maar één. Rode haartjes, rode doek, streepjes trui en grijze broek. Is het kind nou ouder en wil ik juist bijvoorbeeld het lezen stimuleren, kan ik ervoor kiezen dat de ingescande tekst er niet staat, maar kan ik juist de tekst groot in beeld brengen om het lezen te stimuleren. Hier zie je een afbeelding uit hetzelfde boek wat weer ingescand is. Je kan voorstellen dat voor sommige kinderen, met CVI bijvoorbeeld, dit veel te veel visuele informatie is. Ik zou er kaders om kunnen plaatsen om afbeeldingen. Ik zou ook juist afbeeldingen één voor één in beeld kunnen brengen. Of pagina afdekken met balken. Ook dit pas je weer aan bij de mogelijkheden en wat je wilt trainen van het kind. Dezelfde school die ik begeleid, die laat kinderen ook vaak op de iPad tekeningen maken. Want je kan ook tekenen in dit programma. En daarnaast laten ze dan kinderen inspreken wat het dan voorstelt. Als ze hun eigen verhaaltje hebben. Dit ben ik. Ik ben heel blij met mijn nieuwe bril. Nou, je kan voorstellen dat dit tekenen nog leuker maakt. Zelf heb ik met mijn collega tijdens de coronaperiode een luisterboek gemaakt. En die heet Vinden blijft binnen. Er waren wel coronaboeken, maar die waren visueel vrij complex. En wij wilden dat toch eenvoudiger brengen. En dit hebben wij verstuurd als link naar de ouders. Die de kinderen, of de oude, naar de ouders van de kinderen die in begeleiding zijn van Visio. Ik laat even het voorbeeld zien. Je ziet het open nu in een kleiner scherm, omdat het een boek in een boek is. Normaal zou het dus in een groot scherm openen. Ik laat het dus voorlezen. Ik heb hem nu expres op twee bladzijden staan. Dan kan je ook zien wat er dan gebeurt. Vinne blijft binnen. Op een dag hoorde Vinne, er is iets aan de hand. Veel mensen werden ziek. Het werd stil in Nederland. Om te zorgen dat zij niet ziek werd, gingen alle scholen dicht. Dat vond Vinne niet zo fijn. Ze had een traan op haar gezicht. Nou, dat je het ook automatisch instelt, hè, kunnen ze ook kinderen die een beperkte handmotoriek hebben, toch het boek bekijken. En stel dat je het kind ze toch zelf kan bedienen, dan kan het via de pijltjestoets zelf de bladzijde omslaan. Nou, dit waren dus een aantal voorbeelden. Moet ik even links schuiven. Hoe je werkt met boeken die je eigenlijk kant-en-klaar stuurt via de link. Al de voorbeelden die je ziet, die heb ik dus opgestuurd naar kinderen. Je kan ook op een andere manier werken, dat laat ik nu zien. Je kan namelijk boeken voorbereiden en klaarzetten in je bibliotheek. En kinderen of volwassenen kunnen dus boeken vanuit die bibliotheek kopiëren naar een eigen account. En als je dit in de bewerkmodus zet, kunnen kinderen er zelf in werken. En ze kunnen ervoor kiezen dat ze het boek naar hun eigen account kopiëren. Of dat ze in jouw bibliotheek werken. Er zijn dus verschillende mogelijkheden. En het boek kunnen ze ook weer naar jou terugsturen of kopiëren. Ik ga er niet heel uitgebreid in, maar ik laat toch een paar voorbeelden zien. Dit is het voorbeeld van een Engelse school. Die hebben dus pagina's klaargezet. Je kan er filmpjes invoegen. Je kan er natuurlijk zelf dan intypen. Je zou er gesproken teksten in kunnen invoegen. Dat ze de vragen allemaal beantwoorden. Dit is natuurlijk vrij complex, maar dit is een voorbeeld. Oké, ik zet hem even in de bewerkmodus. Maar dan moet ik waarschijnlijk even doorbladeren weer om terug te komen. Nou, zoals ik al zei, stel ik heb een bibliotheek, wat ik straks allemaal uitgebreid ga uitleggen aan de hand van aan het voorbeeld. Dit boek kunnen ze kopiëren. Ik noem het een template, dus ik zet wel al opdrachten erin klaar. Ik zet er een gesproken tekst in die ik vastzet. En ze kunnen dat wel horen. Tik op het vierkant. Dus ik kan ze laten tikken op iets. Vierkant.
Zoek iets wat vierkant is en maak er een foto van. Dus ik geef ze nu een actieve opdracht dat ze zelf een foto moeten maken van iets vierkants in hun omgeving. Hier is een ander voorbeeld. Ik laat ook even gesproken tekst voor kinderen die niet kunnen lezen. Dat pas je dus aan. Stel dat een kind leest, maak ik geen gesproken tekst, want anders wordt het allemaal dubbel op voorgelezen. Zoek drie voorwerpen in je huis met de letter de en maak er een foto van. Je ziet, ik werk nu met kaders. En het voordeel daarvan is dat als ik erop tik, je automatisch ziet een fotostelletje ziet verschijnen of bestand. Nou, stel nou, hè, ik maak een foto. Oh, dat is een beetje jammer. Geen idee waarom dat nou is. Waarschijnlijk omdat ik uit beeldscherm werk. Maar normaal gesproken, als ik dus een foto maak, komt er automatisch een foto van mij in beeld en die past het in de kader in. Stel dat ik doe bestanden, dus ik heb al eerder foto's op de iPad gemaakt, druk ik hierop. En via bestanden kan ik hem dan inladen. Heel bijzonder dat mijn foto het niet doet nu, maar dat zijn de technieken, zullen we dan maar zeggen. Nou, een ander voorbeeld, hè? Zoek drie ronde vormen. Je kan natuurlijk zo uitgebreid rondgaan en maken wat je wil. Ik kan er ook voor kiezen dat ik een voorbeeld klaarzet. Hier heb ik het huis klaargezet. En ik wil dat het kind naam maakt. Nou, de vormen heb ik vastgezet. En deze, omdat die niet vaststaan, kunnen verplaatst worden. Dus het kind kan nou in zijn boek, die hij op zijn eigen bibliotheek heeft gezet, het naam maken. Stuurt het daarna terug en ik kan kijken of het gelukt is. Nou, soortgelijk voorbeeld. En welke is hetzelfde? Ik kan de voorwerpen, de vormen verplaatsen en ik kan hem namaken. Zou ik dit nou doen in een boek die ik als link opstuur, dan plaats ik er juist geluiden op en dan hoeft het kind alleen op te tikken en dan hoort hij inderdaad goed of fout. En zo kan je het ook aanpassen aan wat je wil. Ingewikkeld? Nou, ik zeg, het valt best mee. Zijn er tot zover vragen? Ik kijk even in de chat. Oh ja, dat klopt inderdaad. Nou, dat is dan jammer. Bedankt Eveline voor de tip terug. Ik kijk even bij de chat. Esther, als je bij de kijkrichting niet de juiste volgorde aantikt, merk je dat ook. Nee, dat is jammer. Dat kan je hier dan weer niet mee instellen. Dus dat is natuurlijk, ja, weet je, de opdracht die je meegeeft of een ouder die meekijkt. En op die manier pas je dat toe. Zijn er nog vragen voor zover? Ik vind het heel gaaf. Echt leuk om te zien. En ik zie ook de mogelijkheden ervan. Maar wat ik dan wel heb, is dat het ook heel veel tijd kost. En ik denk dat we die niet allemaal hebben altijd. Dus hoe, dat kan. Hoe zie jij dat? Ja, ik maak natuurlijk wel, hè, sommige, zoals voor kleuters, dat is natuurlijk voor meer kleuters toepasbaar. Dus je kan natuurlijk ook, hè, ik noem ook nooit geen namen, maar door het een soort algemeen te houden, kan je natuurlijk één boek maken die dan een kleine aanpassing hoeft te doen voor desbetreffende kind. Hè. Dus stel dat ik een kijkopdracht heb, dan is het niet zo moeilijk om een standaard te maken en die dan te vergroten of te verkleinen. En je kan natuurlijk naar meerdere kinderen sturen, dus zo pas je dat aan. En in het begin is het natuurlijk altijd inderdaad wel wat meer werk, dus dat klopt. Ik hoop dat ik je vraag daarmee heb beantwoord. Kijk, ik zie, de tijd gaat razendsnel, dus ik heb eigenlijk nog maar een kwartier. Ik laat nu zien hoe je kan inloggen. Ik ga nu naar Google Chrome. Nou, je ziet dus, je kan inloggen als leraar. Je kan kiezen wat je daarvoor, welke methode je daarvoor gebruikt. Google, Microsoft of e-mail. En je kan inloggen als student. Dus leerling of kind dat je begeleidt. Die moeten dus een eigen account aanmaken. Er zijn natuurlijk ook kinderen die geen e-mail hebben. Daarvoor kan je kiezen inloggen met de QR-code. Nou, ik laat het even zien. Dan hoop ik dat dit nu... Oh, dat is waarschijnlijk nu, omdat mijn kamer natuurlijk op mij gestuurd wordt. Het werkt nu net dus niet, omdat het via Zoom gaat en de kamer op mij staat. Stel, ik laat de QRL-code zien. Oh, wacht, camera is gemaakt misschien. Nee, doet het nu niet. Door de QRL-code te laten zien, komt het kind dus automatisch in het tabblad terecht, in zijn account terecht. Nou, stel dat ik nou zelf wil inloggen. Inlog met e-mail.
Nou, dan zie je dus, hè, dus als je het eerste keer opstart, dat je geen boeken hebt. Door nou te drukken rechtsboven op nieuw boek, krijg je hier voorbeelden van boeken. Zelfs zeg ik kies landschap, want dat is natuurlijk zo groot mogelijk en je wil afbeeldingen toch vaak groot plaatsen. Je hebt twee soorten, kijk de bovenste rij en de onderste rij. Onderste rij is comic, is stripboek. En daar heb je eigenlijk meer mogelijkheden in. En ik zeg altijd, nou, neem die. Want je kan altijd minder gebruiken, maar je kan niet meer later toevoegen. Heb je daarop geklikt, start dus automatisch een bladzijde op. En door pijltjes te klikken, voeg je bladzijde toe. Nou, je bladzijde is dus helemaal leeg. En je wilt dingen toevoegen. Nou, toevoegen zeg ik altijd, is erbij. Dus je gebruikt daar de plusteken voor. Dan zie je drie tabbladen verschijnen. Media, stripboek en vormen. Bij media heb je dus alle invoegtoepassingen. Je kan importeren. Afbeeldingen, dus als ik hier zeg maar bal intik, bal, gaat iets zoeken, klik erop, dan ben ik in de weg. En ik voeg hem in. Wat belangrijk is om te weten, is dat als je het rechtstreeks vanuit het programma doet, dat je alleen auteursrechtvrije plaatjes kan gebruiken. En die zijn natuurlijk minder. Maar omdat het een gesloten systeem is, zou je dus ook van blaadjes zelf afbeeldingen van Chrome kunnen downloaden. En op die manier invoegen. En dat laat ik even zien. Importeren. Dus dan doe je het via bestanden. Hey, de afbeelding heb je van tevoren al opgeslagen. Nou, hij komt in mijn mapje terecht. Ik heb al een bal uitgezocht. En hij komt erin. Camera. Je kan dus camera doen. Waarschijnlijk gaat hij dat nu niet doen. Precies, omdat ik al erin zit. En je kan dan kiezen. Je kan dan kiezen foto maken. Foto nemen. En je maakt dan een foto en die wordt er gelijk rechtstreeks dus dan ingevoegd. Mits je niet in Zoom zit. En je kan video opnemen doen. Er wordt er een filmpje van je gemaakt. Er wordt afgeteld van 3, 2, 1. Dus je weet ook wanneer je wat kan zeggen. En die toevoeging wordt ook automatisch gelijk erin gezet. De penfunctie. Je kan zien, je kan de kleuren uitkiezen. Er zijn heel veel extra mogelijkheden in. En je kan je voorstellen dat dit juist op de iPad heel erg leuk is voor de kinderen. Je kan daar je eigen tekening maken. Dus als ik iets maak, ik zie het gelijk verschijnen. Ik heb het klaar. En het is in beeld. Nou, bij pen, je kan dus de diktes in kiezen, dat dat aansluit bij je kind. Het leuke hiervan ook is dat je auto hebt. Nou, dat is voor mensen die niet heel goed kunnen tekenen. De computer gaat dan eigenlijk bedenken, nou, wat bedoel je in hemelsnaam ermee? En je ziet een fles, nou inderdaad, een poging was een fles. Ik kruis je even uit. De fles zou ik ook weer kunnen vullen. Nou, hou rekening met de kleuren die goed te zien zijn voor je kinderen. Of goed contrast geven. Je ziet het, ik vul hem. En dat komt er ook weer in. Nou, dit zijn natuurlijk abstracte plaatjes, dus het moet ook wel aansluiten bij het kijkniveau van het kind. Dus daar moet je dan rekening mee houden. Tekst. Ik kan dus tekst hierin verwerken. Dus, hallo. Hallo staat er zelfs. Nou, komt in beeld. Je zag net ook, omdat ik nu vanuit Chrome werk, dat er een microfoontje staat. Hallo. Wil je voor mij het gaan typen? Nou, je kan je dus voorstellen, als kinderen niet kunnen typen, dat je het op deze manier doet. En dan komt de tekst er ook. Opnemen, dat is dus opnemen van geluiden. Wordt weer afgeteld. Hallo. Gebruiken. Nou, en het is dus in beeld. Nou, dit zijn wat alles onder media staat. Onder stripboek. Daar zie je dus de panelen. Dus stel dat ik een kader wil. Ik zal de volgende pagina gaan. Dan kan ik kiezen. Ik wil al een kader hebben. En wat ik zei. Heel makkelijk is het dan om hier dingen, plaatjes en bestanden in de juiste formaat in te voegen. Spraak. Nou, weet je wel. Spraakbloem. Dat is natuurlijk vanuit de stripvorm. Gedachten. Tekst zijn dan echt de stripteksten. De grote. Nou ja, zoals je het zo gebruikt in een striptekst. En verschillende stickers, want ja, hoe leuk is dat? Naar de volgende gaan. Vormen kan je ook invoegen. Nou, je ziet het. Eigenlijk is het allemaal vanzelfsprekend pijl, want ik wil dat ze de goede kant op kijken.
En als je het betaalaccount hebt, dan komen er ook allerlei icoontjes die je kan gebruiken. Ik heb nu geen betaalaccount aanstaan. En die icoontjes die je daar ziet, kan je ook weer aanpassen in kleur of laten vullen. Nou, dat is natuurlijk allemaal erg leuk en aardig. En dat is het toevoegen, maar ja, je wil het misschien net even anders. En dan gebruik je de i-knop. Dat staat voor inspector, maar ik gebruik het als van ik wil het anders. Je moet daarvoor op het voorwerp, het item klikken wat je hebt ingevoegd. Je ziet dat er dan een groen balletje gaat branden. Nou, druk ik dan op de i-knop, dan zie ik daar een keuzemenu verschijnen. En daar kan ik dus kiezen, wil ik een andere kleur? Wil ik juist een kader? Hoe dik wil ik die kader? Welke vorm of welke kleur wil ik het? Dat pas je daarin aan. Deze laten zien. Afbeelding bijvoorbeeld, als je daarop klikt. Hiermee kan ik een keuzemenu maken. Dus ik kan hier kiezen, ga naar de volgende pagina's of het keuzeprogramma. Of wil ik naar een weblink. En hier, zeker voor blinde kinderen, is het handig om een alternatieve tekst voor de afbeelding in te tikken. En dus dan kan ik juist hier laten noemen, het is een bal. Achtergrond kan ik ook aanpassen. Ik kan kiezen voor een drukke achtergrond. Alle kleuren kan ik kiezen. En wil ik juist lijntjes. Je kan voorstellen dat die lijntjes niet echt goed zichtbaar zijn voor slechtziende kinderen. Dus die gebruik ik vrij weinig. Ik kan verschillende patronen uitkiezen. Nou, zo kan je het helemaal opbouwen bij wat je wil. Even kijken of ik hier alles in gedaan heb. Ja, dus de i-knop, dus activeren, i-knop, ik wil het anders. Nou, daar kan je het allemaal aanpassen als je wil. Geldt ook voor de tekst. Ik kan het zo groot als ik wil. Ik kan het dik. Ik kan de kleur aanpassen. Ik kan het zelfs in kolommen plaatsen. En bij kolommen kan ik ook weer de tussenruimtes bepalen. Lettertype, er zit zelfs voor open dyslexie in. Dus die mogelijkheden zitten er allemaal in. Dus naast i-knop zou je ook met je rechter muisknop, even zien, een andere keuzemenu gaat er dan open. Stel dat ik wil iets kopiëren of plakken, gebruik ik deze. Maar hier kan ik ook dus voorwerpen vergrendelen of items vergrendelen. Dus wat je net zit in de oefening, als ik niet wil dat kinderen er zelf aan verplaatsen. Op deze manier is het dus niet meer te verschuiven. Dan wil ik hem toch weer anders, moet ik hem eerst weer ontgrendelen voordat ik hem kan verplaatsen. Dus even kijken. Zoals ik al zei, je hebt nu je boek gemaakt. Hè? Het is af, ik ben tevreden. Nu wil je natuurlijk dat anderen mee kunnen kijken. Nou, dat doe ik dus door op de linksboven bij mijn boek op de drie steepjes te trekken. Moet ik even mijn balkje omhoog laten. En dan zie je de middelste knop delen. Ik ga hem dan online publiceren. Naam geven. Boek publiceren. Klaar. Nu zie je dus, publieke link naar Klemboard kopiëren, dat je dus de boek zo hebt gemaakt en dat je de link kan versturen. Daarmee kunnen de kinderen dus, ja, hebben ze dus een interactief boek gekregen. Stel, ik wil het niet, ik ben er klaar mee, of ik wil, vind het niet meer te doen, kan ik ook publicatie weer stopzetten. Even kijken, stel, ik laat even zien, ik ga even terug, want ik ga misschien te snel. Hier kan ik ook dus boeken verplaatsen naar bibliotheken. Ik kan het verplaatsen naar mijn open bibliotheek of ik kan het boek kopiëren. En ik kan zelfs stellen dat ik meerdere boeken heb die ik wil samenvoegen, kan ik ook samenvoegen. Even zien. De bibliotheek waar ik het net over had. Wat ik zei, je hebt een gesloten privébibliotheek. Nou, daar zie je dus in mijn boek staan. En het boek kan je dus ook kopiëren naar het open bibliotheek. En die open bibliotheek, daar kan ik ook weer instellen wie mogen daarin en wat mogen ze daarin doen. Mogen ze wel een eigen boek verwerken? Kunnen ze hun boeken lezen? Mogen ze het online publiceren? Nou, je kan je voorstellen dat dat niet altijd even handig is. Dan doe je dat niet. Dan zet je dat uit. Als je naar dat leraar, ik noem het een leraar dashboard ziet, heb je dus je bibliotheek. Wat ik nu niet kan laten zien is sluit aan bij je bibliotheek, maar dat wordt wel straks in het boek uitgelicht wat jullie krijgen. Nou, bij ontdekken staan er dus allerlei voorbeelden ook die je kan bekijken. Het staat ook per leervak en dat je eigen ideeën kan ophalen.
bij leren staan heel veel artikelen. En belangrijke artikelen hebben bijvoorbeeld al in het boek ingevoegd. Maar stel je wil iets weten, dan staat het allemaal klaar voor je. Nou, het staat wel allemaal in het Engels. Ja, vind je dat lastig, kan je het ook laten vertalen naar het Nederlands. En kan je op die manier de artikelen lezen. Zo. Wat ik al zei, er is ook een online cursus. En die gaat iets langzamer dan wat ik nu ga. Stel dat je wil oefenen. Stap voor stap word je dan erin meegenomen. Per onderdeel van het programma kan je het dan volgen, stilzetten en oefenen. Kijk even of ik alles erin verteld heb. Ja. Ik ga weer even terug naar het boek. Dan blader ik even door. Zoals jullie zien, hè, ik heb het ook stap voor stap uitgelegd, dat jullie het ook nog kunnen nalezen. Het boek afspelen. Je hebt het boek gemaakt. Even openen, het boek gemaakt. En je wil het afspelen. Dan kies je dus het blauwe pijltje rechtsboven. Als je op het schroefje klikt, kan je hier dus instellen. Wil ik 1 pagina zien of juist meer? Wil ik dat woorden gemarkeerd worden of niet? Hoe snel wil ik dat afgelezen wordt? Dat stel je hier dus in. In wat ik net zei, in Edge wordt het dus in het Nederlands voorgelezen. Of welke taal je ook wil. Iets van 120 talen zitten er geloof ik in. Als je het via Chrome doet, blijft het dus op Engels staan. Er zit nog een bug in. En daar zijn ze mee bezig om dat aan te passen. Door. Dan gaat het iets sneller. Nou, zoals ik al zei, je kan dus mensen ook uitnodigen of kinderen kunnen uitnodigen naar die bibliotheek. En je kan je voorstellen dat het voor wat oudere kinderen handig is om te doen. En bij een betaald account kan je ook samenwerken in 1 boek. Ik had een boek klaargezet waar we samen in konden werken, maar door tijdgebrek gaat het dus helaas niet lukken. En dat is dus alleen bij een betaald account. En stel dat je het wil uitproberen bij een gratis account, heb je momenteel vanwege corona 90 dagen een proefperiode waarin je het kan uitproberen. Er is nog heel veel meer te vertellen, maar ja, de tijd is een beetje krap. Ik heb dus ook nog allemaal links erin gezet waar je nog dingen rustig kan nalezen. Wat ik zelf ook nog wilde meegeven, kijk, geluiden vinden is niet altijd even makkelijk. Ik gebruik bijvoorbeeld vaak de website findsound.com. Geluid laat je dan weer op je computer of sla je op je computer op. En via bestanden voeg je dat dus in je boek. Bij CVI is het natuurlijk vaak handig, hè, dat je niet te drukke plaatjes hebt. Als je de achtergronden weghaalt. Dat kan eigenlijk tegenwoordig heel eenvoudig in PowerPoint. Ik heb er ook een instructiefilmpje bij gedaan, zodat je dat kan bekijken. Wat ik net niet heb laten zien, is stel dat je een luidspreker toevoegt, hè, omdat het nu niet ging vanwege de camera die al bezig was. Je kan dat onzichtbaar maken. Is dat in de werkmodus? Heel snel even laten zien. Zie je dat eigen loopt nu vast, omdat hij te groot is. Nou, normaal gesproken krijg je dus een toetertje hier in beeld verschijnen. Hij heeft allemaal kuren nu. Die blijft in beeld staan. Wil je dat hij niet zichtbaar is, doe je met de rechtermuisknop. En dan zorg je ervoor dat hij verstopt staat, maar wel werkt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik heb het ook nog uitgeschreven. Zelf zie je mij, hè, als poppetjes, zeg maar mijn mini-me, wat ik ook leuker kan maken. Wat weer een extra is natuurlijk. En daar kan je, dat kan je doen via bitmoi.com. Dat kan je dus online doen. Of je kan dat via je telefoon opslaan. Maar online of via internet gaat het natuurlijk makkelijker en sneller. Zoals ik al zei, hè, ik heb een link ook toegevoegd naar die online videocursus. Waar het stap voor stap is. Nou, volg je dat, dan voor je het weet ben je dus ook een certified author, zoals ze dat noemen. Maar het is gewoon heel fijn om te testen en te oefenen en het programma goed te snappen. Als er toch nog vragen zijn of hulp nodig is, of als mensen dit op een later tijdstip afkijken, en ook een link willen hebben die ik jullie straks stuur, dan kan je mij ook mailen naar esther.dubbeldam@visio.org. Nou, dit is eigenlijk in notendop en eigenlijk veel te vlug. Hè? Ja, ik zou veel liever graag met jullie oefenen het programma Boek Creator. En ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen inspireren. Zijn er nog vragen? Ja,
Jij hebt natuurlijk al heel mooi materiaal gemaakt. Kunnen we dat beneficie ook delen? Dat niet iedereen alles zelf weer gaat doen? Dat je van elkaars dingen gebruik kunt maken? Ja, nou, kijk, dat is natuurlijk een vraag wat ik dus breed wil trekken inderdaad in Visio. Dat is nu nog niet. Ik zou zelf willen voorstellen dat er een betaald account komt en dat we inderdaad daarmee boeken, echt duidelijke bibliotheken kunnen creëren en waar je gebruik kan maken van elkaars bestanden. Dus dat moet dan verder uitgerold worden binnen Visio. Oké, dank je. Ja. Zijn er nog andere vragen? Ik hoop dat het een beetje duidelijk was voor iedereen. Het ging natuurlijk best snel. Nou, ik hoor niemand, dus ik hoop dat dat een goed teken is. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor de aandacht. Zoals ik al zei, ik stuur dus straks een link van dit boek naar jullie toe. Kijken of het chat het is. Oh, fijn. Zodat jullie het rustig, veel rustiger kunnen nakijken dan ik nu heb kunnen doen. En dat jullie het ook zelf kunnen oefenen. En zijn er toch andere vragen nog, dan zoals ik al zei, stuur me gerust een mail. En dan hebben we het erover. Even chat nog iets. Nee, dank je. Wil ik jullie bedanken allemaal. En succes verder bij de volgende workshops.